wetenschap, dat is echt. Wetenschap is feitelijk. En kunst, dat is fantasie. Dat is hobby. Ja, leuk, maar niet heel erg wezenlijk. En Weininger zegt eigenlijk, dat is klinkklare onzin. Fictie is het centrum van ons menselijk zijn. Zonder fictie is er geen verruimen van het denken mogelijk. Dus eigenlijk het feit dat er zoiets als fictie bestaat in de kunst, maakt ons hele leven beter, makkelijker. Want, zegt hij, als je niet dat soort ficties hebt, dan kun je echt niet omgaan met de complexiteit van de wereld. Onze wereld is heel ingewikkeld. En als we niet ficties hebben, dan verdrinken we in de ingewikkeldheid der dingen. En ja, waarom ik dat zelf zo belangrijk vind, en u misschien ook, is van, waarom is dat nu belangrijk? Ik ben zelf museumdirecteur en ik hoor heel vaak, onlangs nog in Zomerhasten van minister Wiebes, kunst, ja, dat is leuk. Dat is een leuk iets voor een bepaald soort mensen. Fijn voor een hele kleine elite, maar niet nuttig en noodzakelijk. En Weininger zegt eigenlijk, meneer Wiebes dat is, en alle anderen, dat is klinkklare onzin. Fictie is essentie. Fictie is het basisprincipe van de kunst, maar ook het basisprincipe van het leven. Fictie moet. Het mag niet, het moet. Zonder fictie geen denken, zonder fictie geen menselijk geluk en welbevinden.